Het is the event of the year. De avond waar al maandenlang naar uit wordt gekeken. Het Dordtse Lions Kerstgala 2018. Wat hier vanavond in Kunstmin voor de 25e keer plaatsvindt. En deze editie wordt groter dan alle voorgaande edities. En ook dit jaar gaat de opbrengst van deze avond naar 4 goede doelen. En zo'n 850 Dordtenaren maken zich op voor een avondje New York in Dordrecht. Kortom, we gaan vanavond op chic. Samen met de heer Henk Donkervoort, ja, de grote man achter dit prachtige galafeest. Is dit ook een beetje stressen momenteel? Allereerst doen we het met een hele commissie, niet wij met z'n tweeën. Daar zijn we het hele jaar mee bezig. Dit is zeker even stressen, want ja, nu moet er gaan uitkomen wat wij gedurende het hele jaar door bedacht hebben. En daar hebben we hoge verwachtingen van. Ja, want wat zijn uw verwachtingen voor vanavond? Ja, we willen een fantastisch 25e gala neerzetten. We hebben er 24 fantastische gehad, maar we willen vanavond echt iets neerzetten wat alle edities gaat overtreffen. Hi, and welcome to the 25th annual Lions Christmas Gala. Ladies, looking salacious as ever. So, it's been 25 years already. Lions Dordrecht Host is a service club of 30 slightly balding men who have Lions' philosophy of being decent and socially responsible to be of paramount importance. Back in 1992, the Lions Christmas Gala still had a jazzy character, but through the years there have been a plethora of musical styles that have entered the stage. All jokes aside, we are here to support the good cause. Here we go. The Food Bank. The help of the Food Bank Dordrecht is intended to give families a helping hand in solving their financial problems and is in principle time-related. This is Matthijs. Ik ben Matthijs van Muij, ik ben voorzitter van de Voedselbank Dordrecht en een van de 160 vrijwilligers die in Dordrecht actief zijn bij de Voedselbank. De Lions zijn ontzettend belangrijk voor de Voedselbank Dordrecht. We krijgen geen subsidie van de gemeente. We zijn dus afhankelijk van giften van de vrienden van de Voedselbank. Bedrijven, ondernemers, serviceclubs en kerken. En voor ons is de Lions 10% van de begroting. Dus de Lions zijn onmisbaar voor de Voedselbank Dordrecht. Thank you, Matthijs. We also have the High Five Foundation. They create special moments for children between the age of 4 and 17. This is Judith. Ik ben Judith Holsten van High Five Foundation. Op dit moment zijn wij cadeaus aan het inpakken van een van onze events. Dat is Jumping XL. En dan krijgen de kinderen na de dag een waanzinnig leuk cadeau. Verder doet High Five Foundation 5 projecten per jaar. Voor kinderen die onder de armoedegrens leven en die bij de voedselbank aangesloten zijn. Waaronder een dierenpark of een make-over day of een dagje naar de Efteling. Mede dankzij de Lions kan de High Five Foundation dit soort projecten uitvoeren. But Judith is not the only one who can create special moments. With your donation, Judith can provide a good memory to so many more children. Okay, one more. Care Farm, the Veldlinden. Ik ben Wesley, ik werk op de zorgboerderij de Veldlinden, 5 dagen in de week. Ik was op een andere zorgboerderij, daar heb ik 10 jaar gewerkt, daar moet ik weg.
vanwege de bezuinigingen. Nou, dat vond ik wel heel fijn dat ik hier mocht werken. Ik heb het hier gewoon naar mijn zin, als ik reuze naar mijn zin. En koude tijd komt er nu aan, het wordt nu bijna winter. Dus ik, ja, nu is het nog wel te doen, tot nieuwe temperatuur. Ik ben heel blij om dat met Van der Leyen het geld krijgen. Dan krijgen we weer een kachel. As you can see, your donations are so damn important. I would like to thank you for that. In 25 years, Lions collected €500,000 to give to our charities. Of course, we are most grateful for our sponsors and guests. And yes, we are also thankful for you, A.A. Lease, Van Pelt Capsalons, and Crazy Druckers, for your incredible high donations to outgive everyone else. This year, as you know, is the 25th anniversary of Lions. That is why we donate €25,000 to our charities this year. Damn, that's smooth. Remember to give and have a great evening. Let's start the show. Well, sometimes I go out by myself. I look across the water. And I think of all the things what you're doing in my head. I've been a bitter. Since I come home, all my body's been a mess. And I miss your ginger hair. Oh, and the way you like to dress. Come on over. Stop making a fool out of me. Als deze niet een beetje ondorts? Ja, ik heb tot meer gehoord ondorts. Ik denk dat het wel heel typisch juist bij Dordt past. En dat het een onderbelichte kant van Dordt is. Dat we ook in staat zijn om hele goede, mooie, chique feesten te geven. Mooie mensen, dames in het lang, heren in smoking. En we gaan heel veel geld binnenhalen voor de goede doelen. Dat is ook niet onbelangrijk. En die goede doelen zijn? We hebben de High Five Foundation, de Voedselbank, zorgboerderij De Veldlinden en een eigen stichting van ons die aan individuele armoedebestrijding in Dordrecht doet, Lions Host Helpt. Dames, wat verwachten jullie van vanavond? Een hoop gezelligheid. Ja. Een hoop wijntjes. Ja. Een hoop wijntjes. Ook dansen, ja, ook lachen. Gezelligheid. Is het de eerste keer dat jullie hier zijn of zijn jullie al meerdere keren geweest? Nee, wij zijn meerdere keren geweest. Wij zijn van Peltkappers. Oké, okay, ja. Ja, dan. Dus wij zijn elk jaar aanwezig. Dan word je automatisch uitgenodigd, hè? Ja, zeker. Ja, mooi uitje hoor. De eerste keer. Ja. Ja, en hoe kijkt u hier tegenaan? Nou, gezellig met mijn collega's. En bent u naar de kapper geweest? Nou, mijn collega heeft mijn haren daar vandaag. Dus één koppertje dan, hè? Ja. Thank you.
Wat gaat het vanavond worden? Een gezellig avond, zoals vanouds. Zoals vanouds, dat betekent dat u al meerdere keren bent geweest? Ja, ik denk zeker al een keer of 10 of zo, maar altijd leuk. En wat is de reden dat u dan 10 keer al geweest bent? Is het de gezelligheid? Zijn het de goede doelen? Beide eigenlijk, hè. Komen we hier ook zakelijk, dus dat is een stukje bijdrage aan de goede doelen. Zakelijk, maar betekent dat, als ik het even goed vrij vertaal, dat u ook nog probeert wat zaken te doen op zo'n avond of niet? Nee hoor, nee, totaal niet. Alleen maar gezelligheid. Eerste keer dat u hier bent? Nou, ik ben hier wel vaker geweest, maar de eerste keer dat ik op het feest ben, op het gala ben. Oké, op het gala ben. En wat verwacht u van dit gala? Nou, ik vraag voor een groot feest. Want als Michael en ik er zijn, is het altijd feest namelijk. Dat weet iedereen. Dus dan is het feest eigenlijk al geslaagd, kunnen we stellen. We maken er altijd een feestje van. Dus wij verwachten gewoon eigenlijk gewoon hetzelfde als altijd, gewoon een knallend feest. Okay, ja, en... met leuke mensen en... ja, en gezelligheid. En u bent een leuk gezelschap, zie ik. Dag mevrouw. Ja, prachtige dames. Heeft u lang voor de garderobe gestaan om te kijken van wat moet ik aandoen? Nee, want ik moest op mijn man afstemmen op zijn strikje. Op zijn strikje? Ja, dus ik heb gewoon in die kleur gezocht en klaar. Op een strikje. Op zijn strikje. Nou, ja. Geen bier meer voor uw man, hè? Nee, stopt hij maar mee. Beter. Iedereen ziet er zeer feestelijk uit en dat, dat is natuurlijk enorm sfeerverhogend. Ik heb ook het idee dat iedereen het heel erg naar zijn zin heeft als ik naar de gezichten kijk. Ja. Dus dat maakt het een hele mooie avond nu al. Maar ik begrijp, dit is de eerste keer voor u? Helemaal aan het begin zijn we nog een keer geweest. Maar al die jaren niet en nu kwam er een uitnodiging. Ja, en die hebben wij met heel veel plezier aan mogen nemen. Bent u een vaste gast op dit gala? Ja, zo'n beetje wel. Zo'n beetje wel. En gaat het dan nooit vervelen? Nee, sorry. Nee. Wat maakt het dan zo bijzonder dat het niet verveelt? Ja, ik denk... om te beginnen is het een ideaal tijdstip. Eind van het jaar. Iedereen is al een beetje aan het afbouwen qua werk. En dan een avondje ontspanning. En wat ook wel aardig is, je ziet weer een aantal bekenden die je vaak een jaar niet gezien hebt. Ja, Kerstman, u riep ho ho ho, dus ik dacht, nou, u bent gestopt, ik ga maar gelijk even op u af.
Ja, nou, dat is ook de reden waarom ik zo altijd zo langzaam ben. Mijn rendieren stoppen ook elke keer als ik ho, ho, ho roep. Ja, maar wat brengt u vanavond hier? Nou, dit is zo'n ontzettend leuk gala, heb ik gehoord. Ik dacht, nou weet u wat, we gaan er vanavond eens even heen. We gaan kijken hoe gezellig het is, hoeveel mensen er komen en vooral hoe mooi de mensen aangekleed zijn. Mag ik uw eerste reactie op het optreden hier binnen? Wauw. Nee, het was vol energie. Ik vond de zangers ongelooflijk goed, alle drie eigenlijk. En Treintje Oosthuis is bekend. Maar de andere twee mannen waren geweldig. En in stem, in optreden. En... Je hebt er haast geen woorden voor, hè? Nou, ik hoop dat ik net zo soepel blijf als die eerste meneer, Clarence. Oh ja. En dan met 80. C.B. Milton bedoelt u? Is dat C.B. Milton? Ja. Oh, ik hoorde Clarence. Ik hoorde de naam Clarence vallen. Maar dat is hem niet eens. Oh, geweldig. Dramatisch, sorry. Maar ik blijf het even goed. Wat vond u van het optreden hier binnen? Ja, ik vond het heel gaaf. Leuke sfeer en het was heel gezellig. Dus ja, echt leuke sfeer. Echt gezellig. Is dit nou een beetje on-Dorts? Nee, want Dortenaren houden sowieso van gezelligheid. Dus ik denk het niet. Maar hoe komt het zo dat in deze stad hebben we het altijd over de armoede, mensen aan de onderkant van de samenleving. Ja. Hoe komt het dat wij dan weinig horen over zeg maar, de wat rijkere Dortenaren? Hoe houden ze hun rijkdom verborgen? Ik denk dat je mindere mensen dat die meer hulp nodig hebben. Dus die hoor je meer. En ik denk dat mensen die iets meer geld hebben af en toe de andere mensen ook moeten helpen. Bent u momenteel ook een beetje wethouder van vermaak en plezier deze avond? Ja, ik ben wethouder evenementen. Het is niet een evenement van de gemeente zelf, maar van de Lions. Maar we dragen het natuurlijk een warm hart. U hebt wel een mooi optreden binnen gemist, want ik zag u zo geanimeerd hier staan praten, terwijl hier binnen ging het helemaal los. Dat is waar. Ik heb het beginstukje meegemaakt, maar dat is het mooie van dit evenement. Het is feestvieren en netwerken. Ja, een prachtige combinatie. En geld ophalen voor het goede doel. Nou is het zo dat wij in Dordrecht hebben het heel vaak over mensen aan de onderkant van de samenleving, armoede. Hoe komt het dat mensen met geld, de rijkdom, dat dat zo goed verborgen blijft in deze stad, terwijl dat er ook is? Maar dat hoort bij Dordt. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dus ja, dat is ook wel het mooie van de Dordtse cultuur. Dat je, ja, dat hoort bij de eigenheid van de Dordtenaren. Ja. Oké. Wat was 2018 voor een jaar voor u? Een heel enerverend jaar, hè? Want we hebben natuurlijk begonnen het jaar met een beetje de aanloop naar de verkiezingen en de verkiezingscampagnes. En daarna een formatiefase om een heel mooi ambitieus coalitieakkoord van de stad neer te leggen. En nu een half jaar wethouder. Ja, dat is persoonlijk. Ja. Persoonlijk. Ja, dat is heel persoonlijk. Dus dat was een soort voor mij wel een, ja, misschien een soort rollercoaster. Hè? Dat je een hele. En wat wordt 2019 voor een jaar? Ik hoop een heel succesvol jaar waarin we al die ambities die we hebben ook echt concrete resultaten in gaan boeken. Wat was 2018 voor een jaar voor u? Dubbel, ik ben verloofd. Dus gefeliciteerd. Ja, dat is onwijs gaaf. Maar ja, daarnaast heb je altijd mindere en leuke punten. Alleen je moet iets meer van de goede momenten genieten, denk ik. En, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe ziet u 2019 tegemoet? Nou, ik ga trouwen, dus eigenlijk heel leuk. Ja, een heel mooi jaar hoop ik. Maar ja, daar moet je zelf wat aan doen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maak het dan maar een mooi jaar. Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel. Meneer Epenstad, u bent een oud gediende, want u bent vanaf het begin bent u erbij geweest. Dat kun je toch zeggen. Wat is het nou zo leuk aan het kerstgala dat u dat ieder jaar bijwoont? Nou, ten eerste hou ik van stijl. Gewoon de hele troep bij elkaar. Ik bedoel, er gaat een bepaald iets vanuit. Praten mensen met je. Dat is op het ogenblik bij mij een beetje moeilijk. Want ik kan helemaal niet langer staan of zo lopen. Dat is niet meer. Maar ja, dat is in de prijs inbegrepen. Ik ben 87, dan krijg je wel mankementen natuurlijk. Hè? Meneer, wat doet u nou op zo'n avond als deze? Nou, ik moet aan sportierwerk doen hier voor vanavond. Nou, de hele tijd doe ik al dit eigenlijk. Als ik u zo zie, kunt u net uit het boek zijn gelopen van Charles Dickens. Echt waar? Ja. Kent u Charles Dickens? Nee. Nou, kijk eens naar buiten. Het sneeuwt momenteel. Een romantisch plaatje.
Maar iedereen is nu binnen. Ik vraag me af, wat doet dan de portier hier? Ja, gewoon als nog die mensen nog binnenkomen om hun nog een warme ontvangst te nemen. En als er hier momenteel nu een zwerver aan de deur zou staan, moet u die dan buiten houden? Ik zou ook hem binnen laten. Ik zou hem zelfs nog een koffie aanbieden. Ga maar lekker drinken, het is hartstikke koud buiten. Dat is een mooie gedachte. Zo heb ik geleefd van kleins af. Okay. Ik heb ook gehoord dat het vanavond gaat sneeuwen. En het sneeuwt al als ik naar buiten kijk. Dus ja, je moet ook nog even denken aan de veiligheid. Ja, dat moet ik zeker. Nou ja, ik word in ieder geval met een auto naar huis gebracht. Maar de dame die moet naar Stadspolders, waar ik mee was. En ik zit in de opbergruimte van bejaarden in de Vredonk. Wat gaat u mij nu aanbieden? Ik ga u aanbieden een heerlijke gerechtje uit Japan met kokosrijst, Japanse yakitori-se theetjes met een beetje yakitori-saus. En het garnituurtje wat u zelf mag samenstellen. En vindt het eten al gretig aftrekken of hebben de bezoekers momenteel meer dorst? De bezoekers hebben op dit moment nog meer dorst en honger, maar het gaat gerust wel goed komen. Komt het later pas op gang? Vast wel. Ik heb er alle vertrouwen in. Okay. Nou, dan ga ik ondertussen even dan. Dank u wel. Ja, nou dankjewel. Dat heeft mijn cameraman dus nu niet, Fokko, jammer. En ik moet zeggen, het proeft geweldig. Zit er bijna op. Hoe blikt u terug? Ja. Nou, we zijn ongeveer op de helft. We hebben het optredens in de grote zaal gehad en het heeft mijn verwachtingen overtroffen. En zoals ik het publiek heb zien staan te dansen, denk ik ja, dat het optreden beter was dan we ooit hebben gehad. Hebt u genoten? Ik heb genoten. En ik heb ook vooral genoten van heel veel mensen die ik heb zien genieten. En dan dringt zich toch de vraag op, het is heel groots aangepakt, de 25e editie. Hier in Kunsmin wordt het feest niet te groot, zodat u misschien aan een andere locatie moet gaan uitkijken? Nee, zeker niet. Want we willen het niet groter dan deze omvang gaan organiseren. Juist het toch wat exclusieve karakter wat het gebouw Kunsmin met zich meebrengt, waardoor we hier allemaal mooi gekleed zijn, groter hoeft van ons niet. We halen hele mooie bedragen op. De afgelopen 25 jaar ruim 500.000 euro. Ook dat hoeft niet meer. We besteden dat hier in de Drechtsteden. Het feest is wat ons betreft prachtig zo. En de omvang is precies genoeg. Vergeet niet, we zijn toch nog steeds amateurs die dit in hun vrije tijd allemaal organiseren. Heel belangeloos. Maar wat ons betreft is dit groot genoeg. En ja, voornemens om er de komende 25 jaar aan te plakken. En volgend jaar gaat het weer een uitdaging worden, maar die gaan we graag aan. En dan gaan we weer een mooi feest neerzetten voor Dordrecht. Oké, nou ik zou zeggen, ga tussen het publiek, pak een mooi glas rode wijn en geniet nog even na van deze fantastische avond. Ga ik zeker doen en nou, we gaan nog een paar mooie laatste uren tegemoet. Dankjewel. Oké, dan wens ik u veel plezier bij. Dankjewel. En tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. En ja, waar onze weg ons volgende keer naartoe leidt, we wachten het af. Ja.